Hoi, ik ben Talvik, hoofd HR bij Van Wijnen. Ik ben Marije, ik ben manager kwaliteit bij Van Wijnen. En wij gaan vandaag in gesprek over het thema toekomstbestendigheid. Wat leuk Marije om je te ontmoeten. Ja, inderdaad. We kennen elkaar nog niet, maar volgens mij hebben we een heleboel gemeen. Ja. We zitten hier vandaag voor het thema toekomstbestendigheid. Maar wat is dat eigenlijk voor jou? En hoe zorgen wij als organisatie, en dan met name vanuit de interne kant, de menskant, dat wij wendbaar blijven. En dat wij ons kunnen aanpassen aan dat wat er op ons afkomt van buiten. Dat is voor mij waar toekomstbestendigheid over gaat vanuit een HR-perspectief. En voor jou? Nou, ik denk dat er in de afgelopen jaren dat we heel erg hebben moeten kijken naar hoe ziet de toekomst van ons bedrijf, maar ook de toekomst van het bouwen eruit. En als we doorgaan zoals we altijd bouwden, kunnen we dan nog wel bouwen. Zowel met de mensen, maar ook met de materialen, met de grondstoffen die we hebben en met het afval wat we daarmee produceren. Ik denk dat daar wel een kanteling in gekomen is, dat we dat op een andere manier moeten doen. Dus dat is vanuit circulariteitsperspectief, kijk ik er op die manier naar. Wat zit daar bij jou achter? Wat drijft jou in? Als bouwsector hebben we gewoon een hele grote invloed op de impact die we met z'n allen als mens hebben. En hebben we ook wel een tijd gedacht van dat lost de generatie na ons maar op. Maar we zijn nu zover dat de generaties die er nu zijn nog de eindigheid van een heel groot aantal grondstoffen meemaken. Ja. Dat is wel een beangstigend idee en dat zorgt alleen maar meer voor dat de noodzaak nog groter wordt om het op een andere manier aan te pakken. Als het gaat om invulling te geven aan dit thema en waar jij ermee bezig bent, wat verwacht je daarin nog van HR? Hè? Want we hebben ook, overal hebben we HR-mensen zitten die bezig zijn met ontwikkeling van mensen. Ja. Hoe krijgen we ze ook op dat pad van circulariteit? Doen we daar voldoende aan? Ja, de circulariteit is inderdaad nog een heel breed begrip. We gaan gewoon als Van Wijnen zelf bepalen wat wij voor nu verstaan onder circulariteit. En daarvan hebben we gezegd dat we bij iedere stap in ons proces nadenken over wat de invloed is op onze leefomgeving. Zowel voor het verleden, heden als de toekomst. Kun je mij ook wat voorbeelden geven waar toekomstbestendigheid naar voren komt in jouw werkzaamheden? Jazeker. Voor mij heeft dat meer met duurzaamheid te maken. Want wij hebben als ambitie dat wij een groener wagenpark gaan krijgen. Dat is goed om te horen. Dat is goed om te horen. Ja. En dat betekent, de directie heeft aangegeven dat wij ons wagenpark binnen nu en 5 jaar voor 50% emissievrij willen krijgen. Waardoor we een elektrisch wagenpark gaan krijgen, een EV-wagenpark. Goed te horen dat het eraan komt. Dat betekent dat ik binnenkort ook elektrisch kan gaan rijden. Voor mij zou dat een hele logische stap zijn. Maar wat is nu het totale impact? Wij hebben eventjes om je een beeld te schetsen. Wij hebben zo'n 1000 auto's rondrijden. En dat zijn 800 personenwagens, dus leaseauto's. En zo'n 200 bestelbusjes, waar onze service-teamleden inrijden. En ik heb begrepen dat als we kijken naar onze totale CO2-uitstoot landelijk, dus van alle bouwplaatsen, van alle kantoren die we hebben, is 65% van onze totale uitstoot komt voort uit die 1000 wagens die we hebben rondrijden. Ja. Dus als we daar een mooie stap in kunnen maken in de komende 4 jaar of 5 jaar, dan doen we echt wat. Ja, dan dragen we echt wat bij. En we hebben het over toekomstbestendigheid en circulariteit. Maar wat is jouw persoonlijke drijfveer daar nou achter? En als ik naar mijn dochter kijk, gaat dat eigenlijk af vanuit een soort automatisme. Ze vindt het leuk om te knutselen en dingen te maken. En bij alles dat ik in de prullenbak wil gooien, zegt zij: oh, maar mama, wacht, want daar kan ik nog. Ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. Kan je een concreet voorbeeld opnoemen waar je trots op bent? Ja, we hebben al een aantal mooie projecten gedaan. We hebben een aantal renovatieprojecten gedaan waar veel gebruik is gemaakt van gerecycled materiaal. We hebben een circulaire variant gemaakt van fijn wonen,
waarvan het eerste prototype staat. Die is nu, wordt nu op dit moment verder doorontwikkeld voor ons Living Lab op de Loskade. Dat is het voormalig suikerterrein waarin we gaan experimenteren met de woonwijk van de toekomst. Daar gaan we alle verschillende varianten van Fijn Wonen gaan we daar met de circulaire uitgangspunten gaan we daar bouwen. En daar mogen we mee experimenteren tot 2030. En wat is jouw stip op de horizon als het gaat over toekomstbestendigheid? Als ik kijk naar leren en bewustwording, dat het tussen de oren van de mensen terechtkomt. Dus het woord toekomstbestendig is vrij abstract en we willen dat klein maken. En ik zou eigenlijk willen dat iedereen, alle 1800 medewerkers van Verwijnen, op haar of op zijn manier invulling geeft aan toekomstbestendigheid. Dat is één. Dat zou ik echt als stip willen hebben, dat iedereen er op die manier over praat. En ja, we hebben nu een doel van de helft van ons wagenpark emissieloos. Maar ik zou het nog veel graver vinden als wij daar nog grotere stappen in maken. Dat we daar vooruit blijven lopen, voorop blijven lopen. Dat ons wagenpark over nou pak een beet 10 jaar gewoon volledig emissievrij is. En ik denk dat we alles in huis hebben om dat ook te kunnen. Het lijkt me een heel, heel mooi toekomstplaatje. Ja. Nou, dan wil ik je bedanken voor jij dit ook. Gesprek. Het was een hele fijne kennismaking. Ja. En wellicht spreken we elkaar binnenkort wel weer eens. Dat lijkt me eens. Een heel goed idee. Ja.